En vandaag gaan we het dus hebben over wat als je een klacht hebt of een probleem op vakantie. Wat moet je dan juist doen? En daarvoor nodig ik heel graag Anne Morio uit. Dag Anne. Goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Vakantieplannen? Eigenlijk ben ik net terug uit vakantie. Ah, dat zijn de goeie. Die zo net voor de drukte al vakantie gaan. Kunnen, ja, oké, was het leuk? Ja, super, super. Geen klachten gehad? Nee. Oké, maar jij weet wel, moest het zo geweest zijn, exact wat wij moeten doen. Hè? En ja, daarom, daarom zijn we hier. Dus eerst en vooral, ja, waaraan moet ik denken? Wat voor problemen kan je eigenlijk meemaken? Ja, problemen op vakantie, dat kan over van alles gaan. Hè? Over bietluttigheid, maar het kan ook gaan over oplichting. Hè? Je hebt een woning geboekt en die blijkt er niet te zijn en dergelijke meer. Dan ben je natuurlijk een slachtoffer van een criminele activiteit. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk naar de politie stappen. Dat gaan we nu vandaag een beetje buiten beschouwing laten. We gaan het hebben over de echte reisklachten. Mm-hmm. Dus je hebt iets geboekt en je bent dan ter plaatse, maar het is niet helemaal wat je ervan verwacht had. Er is een probleem. Wat moet je dan doen? Waar denken we dan bijvoorbeeld aan? Wel, heel vaak in de praktijk gaat het over de accommodatie. Dus bijvoorbeeld, je gaat met je kinderen naar een hotel waar heel wat zwembaden zijn, maar het kinderzwembad met glijbanen is de hele vakantie niet beschikbaar. Of je had een familiekamer geboekt, maar je zit eigenlijk in een hele kleine kamer. Het is helemaal niet wat ze hadden voorgesteld. Of je wil graag tennissen tijdens je vakantie. Je hebt een hotel gekozen met 5 tennisvelden, maar er is er maar eentje beschikbaar en dergelijke problemen meer. Dat zijn heel vaak voorkomende problemen. Het kan ook over andere dingen gaan. Een gids die in een bepaalde taal zogezegd beheerst, maar eigenlijk kan hij nauwelijks een woord zeggen, enzovoort. Dus het gaat voornamelijk inderdaad meer over klachten, hè, over verwachtingen die niet echt zijn ingelost. Niet ingeloste verwachtingen, niet conforme reizen in vergelijking met wat je had geboekt. Ik veronderstel dat je dan stap 1, je gaat naar het onthaal en je zegt van luister, dit is niet oké, maar als het dan niet wordt opgelost, wat moet je dan doen? Wie moet je dan contacteren? Ja, inderdaad. En dan hangt het een beetje af hoe je je reis hebt geboekt. Want als je helemaal zelf je reis hebt georganiseerd, dan sta je er op dat moment natuurlijk ook helemaal alleen voor. Als je anderzijds een pakketreis hebt geboekt, dat is een georganiseerde reis, die meestal het meest voorkomende geval is, je hebt een hotel en een vlucht geboekt, of liever een vlucht en een hotel. Dat is een georganiseerde reis, 2 reisdiensten. Als je dat hebt geboekt bij dezelfde organisator, ja, dan ben je eigenlijk, dan kan je daar terecht met je klachten. Ja. En hij moet je ook een contactnummer verschaffen waar je altijd kan naar bellen, mocht er geen hostess langskomen in het hotel of mocht je niet op een andere manier je klacht kunnen oplossen. Inderdaad, in een hotel is het eerste wat je doet, naar de hotelier stappen. Hè? Ja. Maar ja, dat biedt niet altijd veel oplossingen. Dus dan moet je zeker doen contact opnemen. Wat je zeker niet mag doen, is wachten tot je weer terug thuis bent om in actie te schieten. Nee, je moet het doen ter plaatse. Mm-hmm. Je moet werkelijk laten blijken dat je een klacht hebt. Mm-hmm. Je moet er liefst ook een bewijsje van hebben, zeker als het niet meteen wordt opgelost. Zorg dan voor een bewijsje, zowel van het probleem als van het feit dat je klacht hebt ingediend. Stuur een mail, zodat je kan bewijzen dat je iets hebt gedaan. Ja. Dus dat is wel heel, heel belangrijk, vooral voor achteraf, als je later een schadevergoeding zou willen krijgen. Maar wie moet ik contacteren als ik iets online heb geboekt of een bepaalde activiteit? Stap 1 is natuurlijk daar ter plaatse, maar dan is het vaak een soort zwart gat. Ja, en dat zonder is het probleem inderdaad. Als je zelf je reis organiseert, is dat heel vaak het probleem. Hè? Dan heb je verschillende spelers die je ook allemaal zelf zal moeten contacteren. En wat dan als er geen antwoord komt en dergelijke meer. Mm-hmm. Dus het is inderdaad op dat gebied wel makkelijker om met een reisorganisator op stap te gaan. Maar velen van ons organiseren ook graag zelf onze reis. Het is dan helemaal in de puntjes zoals we het zelf hebben gewild. Maar je moet het wel beseffen wat dan de gevolgen zijn. Ja. Dus we zijn wel degelijk beter beschermd als we zo'n pakketreis boeken. Als je zo'n pakketreis boekt, ben je beter beschermd. En niet alleen omdat je dan weet tot wie je kan richten.
Maar er zijn op tal van vlakken aspecten waarbij dus je kan rekenen op een betere bescherming. En bijvoorbeeld ook is er, en dat is toch wel heel belangrijk, een bescherming tegen het faillissement van de reisorganisator. Ach, ja. Dus als die failliet gaat, ja, dan kan je naar een garantiefonds of een andere verzekeraar om je geld te recupereren van je voorschot. Of dan kan je reis soms zelfs nog doorgaan. Mm. En dat is niet het geval wanneer je bijvoorbeeld apart je reis hebt georganiseerd. Ja. Hè? Of een luchtvaartmaatschappij die failliet gaat. Over het algemeen is er daar niks voorzien. Dus dat is wel een heel groot verschil. Onlangs zei een vriendin me nog, ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel waar. Uiteraard, met al dat internet, stel je dat je een verre reis maakt. Hè, je gaat naar Azië. Ze kunnen het zich wel minder en minder permitteren om daar een soort van ander plaatje op te hangen. Want er komen gewoon recensies online. Hè. Dingen worden geraid. Ja, dat is heel, heel duidelijk. Dingen worden geraid. Ja, maar je moet natuurlijk ook... je kan die recensies ook niet altijd 100% vertrouwen. Ja. Dus het is toch niet zo heel makkelijk. Maar wat als we nu iets boeken bij zo'n buitenlandse website? Hè, want daar komt het eigenlijk op neer. Een organisatie of een bedrijf zit daar vaak achter. Maar we gaan dus de facto naar een website. Verandert dat nog de dingen? Ik denk aan TUI.fr of... TUI.fr is natuurlijk een reisorganisator. En op juridisch vlak verandert het eigenlijk niet zo heel veel dat je in het buitenland boekt, zeker niet in Europa. Als je bij een Europese organisatie boekt, ja, dan is daar ongeveer dezelfde wetgeving van toepassing als bij ons, omdat de wetgeving komt vanuit een Europese richtlijn. Mm-hmm. Dus het is een vergelijkbare bescherming. Dus op het vlak van het juridische is er niet zozeer veel verschil. Maar het is natuurlijk op het praktische vlak dat er wel een groot verschil is, want je zal dan in een andere taal vaak je klacht moeten indienen. Je zal misschien naar het buitenland moeten gaan. Ja. Dus dat is toch wel... Daar moet je ook aan denken. Dus vaak kan je misschien wel goedkoper boeken op een buitenlandse site. Maar, en als dat echt moeite loont, oké, maar weet dan wat de gevolgen kunnen zijn. Maar als het gaat om enkele luttele euro's, dan zou ik dat toch niet doen. Is jouw tip dan om, zeker als je verre reizen maakt, om dat toch wel met een operator te doen of in een pakketreis te stappen? Wel, de mensen moeten vooral weten wat de gevolgen zijn. Hè. Ze moeten zelf weten. Ik heb geen raadgevingen te geven daarover. Maar ze moeten wel goed beseffen wat de gevolgen zijn. Heb ik recht op een schadevergoeding als ik dan echt zo'n... Wel, normaal gezien, als er iets niet in orde was... ofwel wordt het ter plaatse opgelost. Mm-hmm. Het is daarom ook dat je ter plaatse moet ageren. Dan laat je de tegenpartij de gelegenheid om een oplossing voor jou te vinden. En dan is de klacht van meteen opgelost. Ofwel is dat niet zo. En dan moet je bij je terugkeer natuurlijk opnieuw in actie schieten. En dan moet je dus het bedrijf contacteren. Als het gaat om een Belgische reisorganisator, dan is die heel vaak aangesloten bij de geschillencommissie reizen. Oh, ja. En dan kan je daar terecht voor ofwel een verzoeningsprocedure, dus een verzoener die gaat trachten een oplossing te vinden tussen jullie beiden, of een arbitrageprocedure waarbij een vijfkoppig arbitraal college bestaat uit twee mensen uit de reissector, twee mensen uit de consumentenvereniging en een onafhankelijke voorzitter-jurist die dan een bindende en definitieve beslissing gaat nemen. Het klinkt heel stresserend. Nee, het is niet stresserend. Het is heel informeel. Je hebt geen advocaat nodig. Je kan zelf je zaak komen uitleggen. Nee, maar ik bedoel, in het algemeen is dat echt de te grootste nachtmerrie. Hè? Als je daarmee op vakantie moet beginnen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan heb je nog een vakantie nodig daarna. Het is vaak heel stresserend als er een probleem is op vakantie. Om welk probleem dat het dan ook gaat. Ja. Dat is inderdaad heel stresserend. Okay. En daarom is een schadevergoeding ook wel... Welkom. Ja, absoluut, absoluut. Achteraf. Om dan een nieuwe reis te boeken. Oké, Anne, dankjewel. En ik wens u nog een heel fijne zomer toe. Dankjewel, graag gedaan. Merci.